heb een e-mailtje van jou gekregen dat jij in Krooswijk iets groots wil opzetten. Wat is dat? Dat klopt. Ik heb jou een e-mailtje gestuurd omdat ik in Krooswijk de grootste schilderworkshop van Rotterdam wil gaan organiseren. Wat houdt dat in? Want schilderen, ja, dat is, ja, dat zegt wel iemand, maar een deur schilderen, schilderijen maken? Nee, het idee is om met 100 mensen op de Koeweide met z'n allen één heel groot kunstwerk te gaan maken. En kan daar iedereen aan meedoen? Ja, nou, er is een voorwaarde aan verbonden, want je moet wel Krooswijker zijn. Dat is mijn idee. Ja. Maar allochtoon, autochtoon, het maakt totaal niet uit, zwart, wit, bruin. Het enige wat we vragen is enthousiasme. Ouder dan 12, waarom, kan ik uitleggen. Schilderen, dat doen we, gaan we 2 uur doen. Nou, jonger dan 12 jaar, die hebben een iets kortere spanningsbogen, die zijn na een uurtje wel zat. Dus 12 jaar en ouder, het liefste door elkaar, zwart, bruin, groen, maakt niet uit, dik, dun, als het maar uit Krooswijk komt. En het idee is om met z'n allen één kunstwerk te gaan maken voor Krooswijk. Moet je enige tekenervaring hebben? Nee, is absoluut niet noodzakelijk. Althans, een voorstelling van de Koeweide. Het idee is om hier dus allemaal lange tafels neer te zetten. Aan weerskanten 50 personen, dus totaal 100. Dan komen er nog wat kraampjes omheen. Bewonersorganisatie, opbouwwerk, gewoon gezellig, niet commercieel. We drinken een kopje thee of een glaasje oranje. Hier staat de verftafel en hier gaan we van start. En dan uiteindelijk, dit is een impressie, zou het er zo uit kunnen komen te zien. Dus allemaal kleine schilderijtjes vormen één groot kunstwerk voor Krooswijk. Ik heb mooi weer besteld. Zondagmiddag om 2 uur gaan we beginnen. Op de Koeweide in Krooswijk. Er komt nog een aankondiging van. Er komen aanmeldingsformulieren. Iedereen is welkom. We maken een kleine selectie. En je moet er natuurlijk wel snel bij zijn. Want 100 lijkt heel veel. Maar het is zo leuk. Het is natuurlijk zo leuk. Ja, ik ben eigenlijk geen Krooswijker. Dus wat is eigenlijk de reden dat je zo graag wat voor Krooswijk wil doen? Want je zit hier in Kralingen. Ja. En waar? Ik zit hier in Kralingen-West op de Frits Ruijstraat. Daar heb ik een klein winkeltje. Daar geef ik creatieve workshops. Dus ook schilderen, beschilderen met kinderen van 8 tot 88 ongeveer. En ik fiets heel vaak langs de Koeweide. En ik vind het zo jammer dat het zo leeg is. Er is maar 1 of 2 keer per jaar eens iets te doen. Ik dacht van ja, dan moeten we iets gaan doen. Nou ja, schilderen is mijn passie. Dus 1 en 1 is 2. En natuurlijk wel een beetje groots aanpakken. Dus de grootste schilderworkshop. Je hebt het hart op de goede plaats. En zeker voor een Krooswijker. Mag ik je danken voor het gesprek? Ja, graag gedaan, Tom. Zo, nou, klaar is het. 1 ketting van gebruikte fietsbinnenbanden.